Hoogspanning gisteren in Gent, waar RSC Anderlecht in de Super League-competitie op bezoek kwam. Voor aanvang had RSCA 4 punten voorsprong op ditzelfde Gent. En bijgevolg moesten de Gentenaars de wedstrijd wel winnen. Wilden ze de supercompetitie opnieuw spannend maken of was dat nu een brug te ver? Nee, wij willen elke wedstrijd winnen, zeker thuis. Ik denk dat we hier al heel goede wedstrijden gespeeld hebben. En wij starten vanavond de wedstrijd met de overtuiging dat we ze kunnen winnen. De beslissing gaat zeker vandaag niet vallen. Hè. Er zijn nog zoveel wedstrijden. Dat weet elke ploeg van de Superliga. Het seizoen is nog heel lang. We zijn nog niet aan de helft, denk ik wel. Of toch bijna. Misschien vandaag de helft. De helft van de competitie. Dat zou kunnen. Dus hebben wij al een derde wedstrijd al gespeeld tegen Genk. Maar ik zeg het nog dat het... ik zou liever draaien met zeven. Maar ik zeg het nog dat het 1, 4 of 7... Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen. Niet vergeet dat 7 wil niks zeggen. Dat wil zeggen maar 3 punten feitelijk. Dus het is nog alles is nog te doen vanaf januari. En zo wisten we meteen voor aanvang van de wedstrijd hoe beide coaches van de teams erover dachten. Een belangrijke schakel in deze wedstrijd is toch wel scheidsrechter van dienst Lois Otte, die volgens ons een zware taak kreeg om deze toch wel belangrijke wedstrijd in goede banen te leiden. Al ligt ze daar niet meteen wakker van. Ja, ik heb vandaag gewerkt zoals altijd. Maar mijn voorbereiding op elke wedstrijd is eigenlijk min of meer hetzelfde. De wedstrijden zijn vaak op vrijdagavond, dus dan is het eerst werken. Dan ga ik even naar huis. Neem ik tijd om even te rusten, om mij voor te bereiden, mijn zak maken enzovoort. En dan, dan rij ik naar hier, muziek vol een bak, even verstand op nul. En voilà. En toch had Otte wederom volgens ons een zware taak, want in de wandelgangen werd al meegegeven dat de Gent Ladies de competitie vanavond moesten redden. Ja, dat is waar, maar met zo'n dingen mag ik als scheidsrechter niet bezig zijn om zo objectief mogelijk te zijn. Dus ik heb mijn voorbereiding was hetzelfde als altijd. En om zelf ook niet die stress bij mezelf op te wekken, ben ik niet bezig met die zaken. Dat gezegd zijnde wilden wij wel eens weten wanneer je als scheidsrechter tevreden kan zijn na afloop van dergelijke topper. Tevreden? Ik ben tevreden als ik de wedstrijd tot een goed einde heb kunnen brengen. Ik probeer altijd zo weinig mogelijk kaarten geven. Dat is gevaarlijk om te zeggen, dat weet ik. Maar ik probeer altijd te praten met de meisjes en te voorkomen. Beter voorkomen dan genezen. En als mij dat lukt, dan ben ik zelf tevreden. Op naar de wedstrijd dan, waarin we twee ploegen kregen die in de eerste 20 minuten zenuwachtig acteerden. En beide wel kleine kansen kregen, maar niet meteen het spel op de mat legden dat we verwachten tussen de nummers 1 en 2 uit de Belgische Super League competitie. Maar het is toch de thuisploeg die een eerste grote kans krijgt, maar waar de bal nog van de lijn kan gekeerd worden. Het zijn voor RSC Anderlecht om vanaf dan het heft volledig in handen te nemen en er bij momenten toch wel stevig in te gaan. Kijk naar de overtreding op Missipo. Met de gele kaart komen ze goed weg. Diezelfde Missipo is nog niet terug op het veld wanneer net ex-Gent-speelster Elke van Gorp de bezoekers op 0-1 zet. Missipo mag dan terug op het veld, maar aan de stand verandert er niets in de eerste helft. We gaan koffie drinken met de 0-1 score. Wat we dan in de tweede helft te zien kregen was het beste RSC Anderlecht dat we dit seizoen al zagen. Misschien mede doordat Gent nergens meer was, voetbalden de Brusselse vrouwen erop los. De ene kans na de andere gecreëerd, maar net de laatste pas of afwerking liet de wensen over. En dat zag na afloop ook coach Wachel. We hebben constant druk op hun verdedigingen kunnen zetten. Spijtig genoeg dat we laten, vind ik, dat de laatste pas altijd zo onzeker is en niet zuiver. Maar ook een beetje pech natuurlijk, hè. De kop van Ella, een paar ballen die botsen daar waar in feite hadden ze mogen erin kunnen rollen. Doch het spel dat we te zien kregen was Anderlecht waardig en zo kregen we de indruk dat zij die voor aanvang van de reguliere competitie Anderlecht al als de nieuwe kampioenzaken gelijk kregen in deze tweede helft. Bal laat rondgaan, vooruit voetballen, geen enkel duel uit de weg gaan en dan was het voor de thuisploeg achter de feiten hollen.
We spelen ondertussen 70 minuten wanneer RSCA een hoekschop mag nemen en in het geharrewar is het Tisson die de Gent Ladies de genadeslag toedient. 0-2 en boeken dicht voor de thuisploeg. Nadien krijgen de bezoekers nog diverse kansen om de kloof groter te maken, maar dat doen ze niet en sluiten de wedstrijd af met een 0-2 zege en de bijhorende 7 punten voorsprong op ditzelfde Gent, na toch wel een indrukwekkende prestatie van datzelfde RSC Anderlecht. De A-Gent Ladies mogen nu vrijdag opnieuw aan de bak voor een nieuwe topper wanneer Standaard komt afgezakt naar het Gentse, waar RSCA het thuis mag opnemen tegen KSK Heist. Ik denk dat we gewoon het team in totaal, ik denk dat we echt een heel goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk de eerste 20 minuten dat Gent Gent beter was. En dat waren ook denk ik de enige 20 minuten kwartier dat ze eigenlijk over de hele wedstrijd beter waren. En ik denk dat we daarna de bal hebben opgenomen en gewoon ons voetbal hebben gespeeld. We hebben 3-4 mooie kansen gehad. Dat toch wel mocht misschien wel 0-2 zijn aan de rust, dat weet ik nu niet. Maar zeker in de tweede helft, dan denk ik dat we gewoon gedomineerd hebben. En als het hier 0-4 is, dan zegt er denk ik niemand niks. Dus het is een fantastische wedstrijd van heel de ploeg. En ja, ik ben super blij met de wedstrijd van iedereen. Ik denk dat we twee matchen hebben gezien van ons. De eerste helft, ik denk dat we niet kunnen zeggen dat we onder waren. Het was gelijk. Zij doelkansen, wij doelkansen. En dan de tweede helft kwam er precies een volledig ander Gent op veld. Dan zijn we lager gaan spelen. We konden het precies niet meer belopen. Spijtig genoeg dat we laten, vind ik, dat de laatste pas altijd zo onzeker is. En niet zuiver. Maar ook een beetje pech natuurlijk. Hè. De kop van Ella, een paar ballen die botsen daar waar in feite hadden ze mogen erin kunnen rollen. Maar oké. Dat het 0-2 of 0-3 of 0-4 is, is niet belangrijk. Met 0-1 was genoeg. De drie punten waren het belangrijkste. En we hebben ze. Oké, iedereen is content natuurlijk. Ik denk dat we de eerste 20, 25 minuten wel vrij goed aan de wedstrijd begonnen waren. En dat het dan evenwichtig was. Dat we ook wel enkele kleine kansjes hadden. Eén goede met Elena. En nadien zijn we weggevallen en heeft Anderlecht overgenomen. En ik denk dat we nooit echt meer ons volledig in de wedstrijd kunnen knokken hebben. Ik denk wel, over het algemeen dat het... verdienen overwinning is voor Anderlecht.